wij hebben hier als producent van deuren en leverancier van kozijnen, hangen, sluitwerk, hebben we het hele hotel voorzien van deuren, kozijnen en hangen, sluitwerk. Er zijn hier een aantal uitdagingen, zeker. We zitten hier in een prachtige skybar hier bovenin, in het hotel. De skybar wordt hier, tussen het hotel en de skybar is eigenlijk een hele grote pui. En die pui zet een aantal eisen aan. Die moet zowel brand- als geluidwerend zijn. En die pui is vrij groot, die is op het laatste moment erin gekomen. Dus die moet je in delen gaan leveren. En die moet je door een goede montage opzetten, moet je er goed aan elkaar aansluiten. En daarna zijn ze voorzien van speciaal geluidwerend glas en brandwerend. En de deuren zijn onze speciaal geteste deuren voor geluidswerendheid. Zodat ze hier in de bar heel veel gezelligheid kunnen creëren. En de mensen die in het hotel verblijven op de kamers gewoon rustig hun rust kunnen krijgen. Ja, qua duurzaamheid, dan gaan we even kijken vanuit het hoteloogpunt. Dat is voornamelijk namelijk met de energie. Alle kamertoegangsdeuren zijn hier ook zowel voor het comfort als voor de duurzaamheid als voor de veiligheid. Kamertoegangsdeuren hebben we als brandveilig en ook weer geluidsreductie aangemerkt. De geluidsreductie is dan weer te maken met de comfort. Alle materialen die hier toegepast zijn, zijn allemaal FSC gecertificeerd. En in de deur, dat zie je vaak niet, de deuren zijn hoogwaardig afgewerkt. In de deur, wat je dat niet ziet, daar zitten in elke kamertoegangsdeur zitten magneetcontacten in verwerkt. En die hebben een bepaalde werking. Op het moment dat de deur open gaat, dan schakelt de verlichting even kort in. Dan kunnen mensen het pasje gebruiken om de verlichting weer aan te kunnen krijgen. Hè, omdat het meestal wat donker is als je binnenkomt. En anderzijds zorgt de magneetcontact er ook voor dat de airconditioning of de verwarming niet aangaat. En zolang de deur niet sluit of niet dicht is, blijft de airconditioning en de verwarming uitstaan. En dat scheelt weer heel erg veel voor het energieverbruik.